Vandaag in Achter Gesloten Deuren, het geheim van Nathalie. Ze is 6 maanden zwanger, maar wie is de vader? Ik ben een aantal maanden geleden verkracht. Door een collega. Uit schaamte durfde dit aan niemand te vertellen. Zelfs niet aan haar eigen man. Nat is zwanger en we krijgen gewoon een kleine. Als Nathalie haar verkrachter met zijn daad confronteert, neemt het verhaal een onverwachte wending. Ik heb jou helemaal niet verkracht. Je was er toch zelf ook bij, schatje? Je vond het toch zo leuk s'avonds? Die gast is... Die spoort toch niet? Ik denk dat het enige wat er nu op zit, is aangifte doen. Je moet van die gast af. Hij blijft je nu een stalk. Wie is de vader van Nathalie's kindje? Haar man Hugo of de verkrachter? Het moet gewoon van Hugo zijn. Baby moet gewoon van Hugo zijn. We zijn in Haarlem bij Hugo en Nathalie. Ze zijn 5 jaar getrouwd en hebben allebei een baan in de financiële wereld. Net nadat ze zich er bijna bij hadden neergelegd dat ze voorgoed kinderloos zouden blijven, werd Nathalie 6 maanden geleden eindelijk zwanger. Zes voor mij? Nee, mijn vak maar. Blijf voorzichtig. Het gaat fantastisch. Nat is zwanger en we krijgen gewoon een kleine. Ik ga me even omkleden. Er waren wat lichamelijke probleempjes, maar maakt het uit. Het is nu goed en het komt. Omdat Hugo kantoor houdt in Den Bosch, gaat hij elke ochtend vroeg van huis. En dat komt Nathalie goed uit. Want anders dan Hugo denkt, gaat zij zelf niet naar haar werk. Ik ben al een aantal maanden thuis. En ze denken op mijn werk dat ik een burn-out heb. Maar ik ben een aantal maanden geleden verkracht. Door een collega. En dat heb ik niemand verteld. Omdat Nathalie zich hier vreselijk voor schaamt, weet zelfs haar eigen man van niets. Hij is een jaar geleden weer op het werk gekomen. En in het begin konden we echt heel goed met elkaar opschieten. Een beetje dezelfde humor en... leuke vent. Eigenlijk tot het moment dat we naar de werkborrel waren met kerst. Eerst waren we gewoon leuk met elkaar een beetje aan het dollen. Maar hij werd steeds meer dronken en hij werd steeds opdringeriger. En wilde uiteindelijk met me meerijden naar huis. Tijdens die rit werd hij steeds handtastelijker en begon aan me te zitten. En wilde op een gegeven moment dat ik de auto stopte. Dat heb ik toen gedaan, want hij was gewoon sterker. En zijn greep werd ook steeds harder. En ik ben toen door hem verkracht. Ik voelde me echt machteloos. Ik kon er niks aan doen. Hij was echt te sterk. In mijn hoofd heb ik hem al 100.000 keer in mijn auto uitgetrapt. En ik ben echt voor het politiebureau gaan staan en ik wilde hem echt aangeven. Maar ik kan het gewoon niet. Ik wil niet dat mensen me zo gaan zien. Als een hulpeloos iemand. En ik haat hem. Ik haat alles wat hij me aan heeft gedaan. Maar dat is niet de enige reden dat Nathalie niets tegen Hugo zegt. Haar grote angst is dat ze niet zwanger is van haar eigen man, maar van haar verkrachter. Ik wil dat mijn kind opgroeit met de wetenschap dat hij in liefde is. Dat hij met liefde is gemaakt en niet dat hij voortkomt uit de verkrachting. Ik wil dat Hugo naar me kijkt en gewoon als een vol liefde de mama van zijn kind. En niet dat hij een slachtoffer ziet van de verkrachting. Ik wil het Hugo gewoon niet vertellen. Nathalie heeft afgesproken met haar goede vriendin en collega Sandra. Zij weet niets van Nathalie's geheim. En om niet tegen haar vriendin te hoeven liegen, heeft ze Sandra de laatste tijd erg weinig gesproken. Hij groeit echt als een malle.
Mag ik voelen? Ja, sowieso. Moet je voelen. Maar voel je het ook al trappen en zo? Ja, ja, niet zo heel lang hoor, maar... Ja, maar ook. Ze ontploft gewoon. Het is echt mijn beste vriendinnetje. We gaan lekker samen borrelen. Of op het werk hebben we al de grootste lol. Zitten stiekem naar elkaar te e-mailen. Dus ik mis het nu wel echt enorm dat ze die burn-out heeft. Want het zijn echt die kleine dingetjes. En ze, ja, we gaan er ook niet meer op stappen. Dat deden we ook eigenlijk altijd. Dus ja, dat is wel echt... ja, ik vind het echt heel vervelend dat ze dat heeft. Het gaat wel beter, hoor. Het is wel goed even aandacht te richten op de kleine. En niet meer zoveel met andere dingen bezig zijn. Dat is ondanks de burn-out. Ja, maar je straalt wel namelijk. Ja, het gaat ook wel gewoon. Het gaat ook gewoon goed. En Daisy dan? Hoe is ze na de bevalling? Is ze weer goed in shape? Ik heb haar niet verteld dat ik thuis zit om een andere reden dan een burn-out. Ik durf niet aan om het haar te vertellen, omdat zij waarschijnlijk het niet voor zich kan houden. En ook omdat zij gewoon met Thijs werkt, elke dag. Hey, weet je wat trouwens wel heel grappig is? Thijs, die zag ik dus gisteren bij het koffiezetapparaat, zag ik dus gewoon aan Saskia zitten. En toen kwam ik er dus aan en toen allebei werden ze knalrood. Dus volgens mij hebben die wat. Maar ja, ik weet het niet hoor, want ze renden allebei, vlogen ze weg. Ik kwam Thijs laatst tegen en hij ziet dat ik zwanger ben en hij gaat er gelijk vanuit dat het zijn kind is. Ik heb natuurlijk hemel en aarde bewogen om hem te laten weten van dat het helemaal niet zo is en dat het gewoon een kind is van Hugo, maar hij gelooft me gewoon niet. En hij gaat mij alleen maar geloven als ik een DNA-test laat doen. En dat wil ik niet, dat het gevaarlijk is voor de kleine, maar ook, ik durf het ook gewoon niet, want dan staat het dus zwart op wit dat Thijs misschien wel de vader is. En hij stalkt me de hele tijd en hij mailt me dus en belt me. En ik ben als de dood dat Hugo er via iemand anders achterkomt, dus ik moet het hem gaan vertellen. Was jij even lekker goed op jezelf? Ja. Ik loop even mee naar de auto. Ja, ik sta daar. Dag, liefje. Snel weer afspreken, hè? Ja, dat doen we. We gaan binnenkort wel even helpen je eten of zo. Ja. We hebben het zo gezellig, saampjes, en zitten over van alles te kletsen. En dan kan ik dit soort dingen behoorlijk ook gewoon te kunnen bespreken. En het is zo erg dat ik gewoon in de gezicht gewoon alles bij elkaar aan het liegen ben. Dus aan de ene kant hoop ik ook wel weer gewoon zakjes als ik het er met Hugo over gehad heb, dat alle leugens gewoon klaar zijn. Dat ik gewoon over alles open kaart kan spelen. En het is aan de andere kant ook weer heel eng, omdat ik niet weet hoe Hugo gaat reageren. Hij kan willen dat ik abortus pleeg of dat ik het kindje niet mag houden. Dat hij het niet wilt opvoeden samen met mij. Ik heb geen idee hoe hij gaat reageren. Om een einde te maken aan al het gelieg wil Nathalie Hugo vanavond alles gaan vertellen. Maar Hugo heeft heel andere zorgen aan zijn hoofd. Ja, zit hoe gaat het met jullie? Goed. Ik kreeg net een telefoontje van Nico. Ja. We gaan zo even met elkaar eten. Want Annette is vreemd gegaan. Nee, toch? Ja, hij is echt helemaal overstuur en... Maar hoe weet je dat dan zeker? Nou, hij is erachter gekomen en net heeft het toegegeven. Het kan er echt niet bij. Zoiets flik je toch niet? Zo, ik ga helemaal van dus ik ga naar vandoor, schat? Ja, dat snap ik. Gelukkig hebben wij dat niet. Nee, we zien vanavond. Ja. Mag niet om mij, het zal wel een latertje worden. Ja, dat wilde ik eigenlijk wel doen, maar... Ciao, lief. Doeg. We zijn altijd goud eerlijk tegen elkaar geweest. En nu... Kijk, we reageren bij Nico en Annette dan. Nou, dat wordt niks. Dat wordt helemaal niks om te vertellen. Omdat Nathalie haar hart bij iemand moet luchten, heeft ze de volgende dag opnieuw afgesproken met Sandra. Ze vertelt haar dat ze is verkracht door hun collega Thijs. Die lacht van Thijs. Onder zijn Thijs van het werk. Ja. Verkracht. Waarom zeg je me dat niet eerder? Schat, dat kun je me toch vertellen eerder? Omdat Hugo nog niet weet. Ik ben zwanger geraakt na de verkrachting. Dus ik weet niet of... Je weet dus niet voor wie je zwanger bent? Nou ja, ik heb wel de oplossing. Ik... Sowieso mag Hugo er niet achter komen. Dus ik wil... Eigenlijk heb ik je hulp nodig dat je op werk...
Gewoon doet alsof ik een miskraam heb gehad. Als Thijs denkt dat ik het kind kwijt ben, ben ik gewoon van Thijs af. Ben je niet lekker of zo? Ik bedoel, hij loopt op straat, jij loopt op straat. Je komt elkaar toch tegen? Dat kan toch niet? En Hugo? Hugo weet van niks. Nee, dat kan ook niet. Dat kan niet. Het is je man. Je bent met hem getrouwd. En dat kan net zo goed van hem zijn. Je moet het hem vertellen. En die lul moet gewoon van straat. Je moet aangifte doen. Dat kan toch niet anders? Je moet gewoon een DNA-test doen. Het is gewoon, die vet moet van straat. Je kunt Hugo, je mama van je houdt, dit gewoon toch niet laten geloven. En dan die Thijs, die komt ermee weg. Als ze slim is, dan luistert ze natuurlijk naar me. Want ze moet gewoon gaan genieten van die zwangerschap, wat dus nu niet kan. En dat vind ik gun het er gewoon wel enorm, die zwangerschap. Alleen ja, ik hoop echt wel dat het van Hugo dan is. Lief, je bent mijn meisje, dat weet je. Maar ik vind het plan gewoon geen goed idee. Thuis wordt gewoon achter de tralies, maar bovenal, Hugo moet het weten. Voor je kan toch niet in een leugen blijven leven? Dat kun je Hugo niet aandoen, dat kun je jezelf niet aandoen. En straks het kind al helemaal niet. Je moet gewoon een DNA-test doen. Dat is echt het verstandigste. Ik vind haar idee van een DNA-test is op zich goed. Maar ik met de waarheid doe ik heel veel mensen pijn. Ik doe Hugo pijn en later doe ik de kleine er ook mee pijn. Want die wil ook niet weten dat het het resultaat is van de verkrachting. Dus ik weet het gewoon even niet. Ik voel me nog steeds wel alleen. Ook al weet Sandra er nu vanaf. Ik voel me nog steeds alleen staan. Ik word niet... Ik weet geen oplossing. Als we een week later terugkomen, heeft Nathalie toch een DNA-test gedaan. De uitslag kan ieder moment komen. Als Thijs de vader niet is, dan hoef ik Hugo eigenlijk helemaal niks te vertellen. Dus ik hoop vurig dat het zo is. Oh. Als de bel gaat, staat Nathalie een onaangename verrassing te wachten. Hi. Haar collega Thijs staat ineens voor de deur. Ik heb een bloemetje voor je, van het kantoor. Collega's. Ja, dankjewel. Hoi. Hoi, ik ben een collega van Natalie. Kom hier, wil je een glaasje wijn? Ja, lekker. De klootzak, hoe dun is die? Ah, alsjeblieft. Dankjewel. Cheers. Cheers. Mooi bos, zeg. Ja, dat is van alle collega's van kantoor. Ze is al een tijdje in kantoor geweest en we hoorden dat ze zwanger was. Dus vandaar dit mooie bosje bloemen van al je collega's. Even een vaas of zo. Wil je kijken of ze in de vaas kunnen? Ik heb pakje wijn even aan. Oké. Okay. Ik begrijp er even helemaal niks van. Jij niet weg? Ik heb mijn wijntje nog. Jawel, want het is hartstikke druk op kantoor. Ga maar weg. Oké. Okay. Ja? Ga weg. Dat was een kort bezoekje. Ja. Wat is er nou echt aan de hand? Ja, ik heb me inderdaad wel ziek gemeld op werk. Wanneer dan? Nou, een aantal maanden. En dat heb je me niet verteld? Nee, omdat ik gewoon te veel stress is ook niet goed. En ik heb gewoon heel veel... Ja, ik vond het gewoon moeilijk om het te vertellen aan je. Dus ik heb... Een paar maanden? Ja. Je kan me toch verdomme alles vertellen? We krijgen samen een kind. Ja, en nu ben ik ook gewoon voorzichtig mee. Dus ik wilde gewoon niet te veel... Maar waarom deel je dat dan niet met me? Ik wil gewoon niet de zwangeling zijn. En ik ben gewoon... Dan vertel ik het gewoon liever niet. Ja, maar lieverd, je hebt hormonen, je bent zwanger, dat snap ik allemaal, maar... Wees dan gewoon eerlijk, dan zoeken we lekker samen voor een oplossing. Ja, ik
zal het voortaan gewoon eerlijk zeggen dan. Alles. Kom eens hier. Sorry. Ik denk wel dat u me gelooft. Ja. Dat hij thuis zomaar aan de deur stond, sowieso, dat kan gewoon niet. Dus ik hoop echt dat die uitslag snel komt en dan ben ik er gewoon vanaf. Ik dacht haar te kennen, maar dat ze nu zo oneerlijk tegen mij is, dat vind ik nogal heftig. Ik voel me echt op het randje van hysterisch, omdat ik gewoon niet... Het moet gewoon van Hugo zijn. Baby moet gewoon van Hugo zijn. Bespreken en met Sandra bespreken. Ik krijg gewoon door en ik begin gewoon in mijn eentje ergens anders. Samen met Kleine. Maar dan denk ik weer aan Hugo en dan denk ik, dit is niet wat ik wil, want ik hou van hem en we horen bij elkaar. En dit is waar we zo lang op gewacht hebben samen. Die klote. En Thijs is echt... Had ik maar gewoon de fucking auto uitgeschopt en gewoon... Na een slapeloze nacht heeft Nathalie een oplossing voor haar probleem bedacht. En er is er maar één met wie ze dat kan delen. Hey, Sam. Hey! Ik heb een uitslag binnen van de DNA-test. In ieder geval, Hugo is niet de vader. Wat? Hugo is niet de vader. Maar dat geeft niet, want ik heb erover nagedacht. En ik ga gewoon met Thijs praten en ik wil heel graag dat je meegaat. En dan zeg ik gewoon, als jij... uit mijn leven verdwijnt en nooit iets tegen iemand zegt... dan zorg ik dat je niet opgepakt wordt. Dan ga ik hem niet aangeven voor verkrachting. Maar is dat wel verstandig? Ik vind het niet echt verstandig. Jawel, dat is heel verstandig, want dan hoef ik Hugo het niet te vertellen. En hoef ik Thijs nooit meer te zien. Maar dan blijf je leven met een leugen. En Thijs, ik weet het niet hoor, ik vind het echt een engert. Ja, ik denk niet dat... vertel mij wat het een enigheid is. En daarbij, ik vind gewoon dat hij gewoon straf verdient hiervoor. Hij mag hier eigenlijk ook niet mee wegkomen. Nee, maar dit is wel de allerbeste oplossing om gewoon Hugo niks te vertellen. Ik kan Hugo niet vertellen dat hij niet de vader is. Je weet toch hoe blij die is? We hebben hier zo lang op gewacht. Ik ga hem niet vertellen dat hij niet... Dat kan niet, dat breekt zijn hart. Ik vind het echt geen goed idee, hoor. Serieus. Ik ga wat drink pakken. Hebben we nog cola aan huis? Ja, je weet waar het staat, schat. Het zullen de hormonen zijn, want ik vind het echt een bespottelijk plan. Ik steun hem, maar het is ook me niet van hart. Ik ben echt van overtuigd dat dit gaat werken. En waarom zou hij überhaupt weigeren? Want dan geef ik hem dus niet aan voor verkrachting. En komt hij er eigenlijk nog heel goed mee weg. En alsof hij
dit kind op deze manier wil opvoeden. Dus ja, ik denk dat dit een heel goed voorstel is. Sandra vindt het een slecht plan, maar gaat toch met haar vriendin mee. Op een neutrale plek heeft ze afgesproken met haar verkrachter. Ik ben nergens bang voor, want hij gaat dit gewoon aannemen. Nou, je kunt het, schat, kom op. Ja. Je moet. Ik heb DNA-test gedaan. En bewijst inderdaad dat jij de vader bent. Dat heb ik je toch gezegd, schat. Dat bewijst dus ook dat jij me verkracht hebt. Ik heb jou niet verkracht. Is dat jij mij verkracht hebt. Bewijs voor de politie. Oh ja? Dus ik kan je sorry ass gewoon nu binnen 2 seconden op laten pakken. Nou, laat maar zien dan. Ja. Laat die brief dan zien. Rot op. Nou, laat zien rot dan. Op. Ik heb jou niet verkracht, wat ik mens. Zeg. Hoi. Ik heb jou helemaal niet verkracht. Je was er toch zelf ook bij, schatje? Je vond het toch zo leuk s'avonds? Hm? Je hebt wel een borreltje nog. Je kan beter je mond houden, hoor. Ja. Hoezo? Mafkees, hoezo denk jij dat? Heb je enige hoezo idee? Denk jij dat? Luister. Je was er toch zelf ook bij? Je vond het zelf hartstikke prettig. Of niet? Wat zeg jij dat nou? Ja. Zeg jij dat nou? Ja. Ja? Ja. Ja? Heel mijn nagels helemaal bebloed, alles, mijn hele bek onder bloed. Ach, dat omdat is... ik het zo fucking lekker vond. Ja, ja. Maar je een normaal man. Zo'n teringleier. Luister, ik zeg jou één ding. Beter kan je uit mijn leven blijven. Je kan beter uit Hugo's leven blijven. Hou op met me bellen en de hele tijd sms'en en die fucking mailtjes van je sturen. Je blijft gewoon uit mijn leven en dan geef ik je niet aan, ja? Dat is toch een goede deal voor jou? Ik hoor je heb wat helemaal ik niet zeg? Wat ben jij een verschrikkelijk walgelijk misplaatst mannetje. Ja, wat heb je mij nu nog te zeggen? Hè? Want het is het laatste wat jij gaat zeggen voordat jij in mijn leven verdwijnt, Natalie, ja? Ik begrijp, snap je dat? Ik begrijp. Snap je dat? Natalie, doe normaal! Kom, schat. We gaan. Klootzak. Wat we doen. Die gast is... Die spoort toch niet? Dat hij dit überhaupt durft te zeggen, dat hij zijn... Het is echt... Ik kan er niet over uit. Ook. En ik zie nog elke seconde voor me. Dus ik heb geen idee waar hij het in zijn hoofd bij haalt... dat zo is wat hij zegt dat het is. Uit vrije wil. En dit is... Ongelooflijk echt. Hij verzint in zijn hoofd dat dit de waarheid is. Maar ik geloof Natalie gewoon natuurlijk. Hier kan ze gewoon niet over liegen. Zegt. Ja, maar volgens mij... Ah! Maar schat, volgens mij denkt hij echt dat je het fijn vond. Ah, ja. Ja, dat toch... idee, zo gek is die. Het is zo'n engert. Oh, wat een klootzak zeg. Ik snap er helemaal niks van. Het is gewoon zo'n engert. En nu dan? Wat moet ik nu dan doen? Kijk, mijn knoopje! Kijk! Nou ja. Sorry. Nou, ik heb in ieder geval het lachen gekregen. Ja. Schat. Ja, wat? Toch vind ik wel dat je het Hugo moet gaan vertellen nu. Je zou wel moeten. Want straks gaat die achterlijke Thijs nog denken... hij denkt al dat het een slippertje is. En straks denkt Hugo dat ook. Je moet het zeggen. Ik moet het gaan vertellen. Dus ik weet alleen nog even niet hoe, maar ik ga ze hard breken. Er is geen weg terug. Natalie moet Hugo opbiechten, wat haar al zo lang dwars zit. Nee, lieverd. Hey. Wat is er, schat? Nee. Gaat het wel? Ja. Wat is er aan de hand? Ik wil niet meer tegen je liggen. Hoezo? Dank je maar. Wat is er? Ik ga niet meer naar mijn werk. Daar ben ik niet helemaal eerlijk over geweest. Wat is er gebeurd dan? Wat is er? Verkracht. Verkracht? Ja. Door wie? Door een collega. Welke
Welke? De Thijs. Thijs? Die hier nog... Die heeft met zijn poten aan jou gezeten? Ja. En hij loopt nog vrij rond. Wanneer is het gebeurd? Maanden geleden. Een paar maanden? Ja. Jezus Christus. Een paar maanden geleden en je vertelt het me nu pas? Ik dacht dat wij elkaar alles konden vertellen. Ja. Nog niet alles. Het is niet alles? Nee. Ik heb nog iets anders niet verteld. Vertel maar. Ik ben na de verkrachting zwanger geraakt. Wat? Jezus. Jongens, dit is even privé. Wil je dus zeggen dat het baby niet voor mij is? Kom, schat. Het is al een half jaar lang tegen mij te liegen. Ja, maar ik schaam me gewoon. Ik kan me voorstellen. Ik dacht dat wij een andere relatie hadden. Ik denk dat hij dit niet... dat hij het zo niet wilt. En hij heeft natuurlijk zo lang gedacht dat het wel zijn kindje is. Dus het is eigenlijk heel gemeen. En nu komt hij natuurlijk achter dat het niet van hem is. En ik weet niet of hij naar me kan kijken zonder altijd dat in zijn achterhoofd te hebben. En een kindje op te voeden waarvan hij weet dat het niet van hem is, maar van... Ja, dat weet ik niet. Je begrijpt toch wel waarom ik het dan niet zeg? Ik dacht dat we alles tegen elkaar konden zeggen. Ja, maar... Je begrijpt toch wel dat ik me hartstikke schaam? En ik dan? Ja, ik wil gewoon de mensen het niet weten. Dan kan ik het gewoon vergeten en dan hoef ik er niet meer over na te denken. Als mensen het weten, dan kan dat niet. En mensen gaan me dan zien als een slachtoffer. Jij gaat me zien als een slachtoffer. En dan? Laat jij me dan houden? Als je het had geweten. Ik wil toch... Waarom ben je in godsnaam niet eerlijk tegen me? We zijn jarenlang bezig geweest om een kind te krijgen. Ja, precies. En dan bij iemand anders lukt het wel. Had je het me ooit willen vertellen? Sorry, schat, maar ik heb even tijd voor mezelf nodig. Krijgen. Nee, dat hoeft toch niet. Je hoeft toch niet gelijk weg? Een half jaar lang heeft ze tegen me gelogen. Elke dag baby shower, toen we samen spullen gingen kopen. Het is niet voor mij. Ik kan niet bevatten dat als je van iemand houdt, dat je gewoon niet eerlijk bent. En dat ze zo'n leugen tegen me op heeft gehouden. Het doet echt pijn. Ik denk dat hij gewoon niet, dat hij zich niet overheen kan zetten. Ik weet ook niet of ik dat kan. Het kind is niet gemaakt vanuit liefde. En ik hou zoveel van Hugo, dat het niet, klopt dan niet. Nathalie heeft al 2 dagen niets van Hugo gehoord. Ze is vanmiddag wel door Thijs gebeld.
met de mededeling dat hij haar iets heel belangrijks te vertellen heeft. Ik laat hem niet toe in mijn leven. Hij wil een gesprek met me aan, omdat ik denk dat hij over nagedacht heeft en akkoord gaat met mijn voorstel. En, nou ja, anders geef ik hem aan. En Hugo ben ik kwijt, denk ik. En dit zou dan nog een positieve draai eraan geven. Hi, lieverd. Hi. Heb je erover nagedacht? Ik heb erover nagedacht, ja. Ja? Ja. En? Maar ik wil je echt iets, eventjes, echt iets oprecht zeggen. Maar... En het moment dat jij bij ons bij de zaak kwam werken... Ja, ben ik gewoon ontzettend verliefd op je. En ik weet gewoon dat wij... Nou, dat... sorry, ik heb er geen tijd voor. Luister, heb je erover nagedacht of niet? Ik heb erover nagedacht, maar nou, ik weet... Ik heb gehoord dat Hugo weg was. Hoezo weet je dat Hugo weg is? Dat weet ik van Sandra, want ik heb jullie gesprek toevallig gehoord op de zaak. Oh. Ja. Want jij luistert ook nog even een telefoongesprek af. Dat heb ik toevallig gehoord. Oh ja. Maar om... Ik weet gewoon dat wij samen een ontzettend leuke relatie kunnen hebben. Ja, snap jij niet een goede relatie. Hoe achterlijk jij aan praten bent? Schat, jij draagt ons kind. Rot op! Snap jij niet hoe achterlijk jij na aan denken bent? Denk je dat er überhaupt iets is tussen ons? Was ik niet duidelijk genoeg geweest? Nee, luister. Nee? Ik weet gewoon dat het kan. Daarbij... Luister nou naar. Eén ding. Beter kan je nu gewoon weggaan. Ja, ik kom wel terug als jij... Nee, je komt helemaal niet terug. Rot gewoon op. Schat, als jij nu niet... Wees nou eens voorzichtig. Ga weg. Die is echt niet goed bij zijn hoofd. Die gaat nooit uit mijn leven verdwijnen zo. Ik ben ook de vader van het kind en ik hou ontzettend veel van haar en ik hou ontzettend veel van het kind al. En ik loop niet voor mijn verantwoordelijkheid weg. En ik weet zeker, als zij straks tot rust is gekomen, die emoties die zijn wat gezakt, dan weet ik zeker dat we ervoor kunnen gaan. En dat zij ook inziet van dat het kan. Ik hou van haar en dat gaat absoluut goed komen. Na Thijs' vertrek is Nathalie overstuur naar haar vriendin gereden om haar te vertellen wat Thijs van haar wilde. Ik heb zo zin om gewoon in een lekker wijntje en ik ben er helemaal klaar mee gewoon. Nou, je moet van die gast af. Ja, die gaat straks gewoon echt gewoon op kinderfeestjes verschijnen. Die gaat straks op het schoolplein staan als een of andere... Oh, met die vieze bek van hem. Helemaal gestoord. Mensen gaan zich afvragen wat die mafkees elke keer er is. Hou op met die wijn hoor, want ik word gek. Maar schat, even serieus. Ik denk dat het enige wat er nu op zit, is aangifte doen. Je moet van die gast af. Hij blijft je willen stalken. Er is maar één mogelijkheid. Dus de ene, want dan zit hij vast. Sander heeft gelijk. Ik moet hem nu aangeven. Ik ben Hugo nu toch al kwijt, dus het maakt me niet meer uit dat mensen erachter komen. Of dat mensen het gaan weten, wat Thijs allemaal heeft gedaan. Dus ze heeft gewoon gelijk. Die Engert die zal altijd onderheen hangen. En die blijft op de meest rare momenten stalken. En eigenlijk ben ik het ook helemaal zat dat hij op mijn werk loopt. Ik vind het gewoon misselijkmakend. Ik moet er ook de schijn op houden. Dus, maar natuurlijk ook voor haar vooral natuurlijk dat ze aangifte moet doen. Die Engert moet gewoon vast. Hallo, met Nathalie Bongaert. Ik wil graag aangifte doen. Noord-Holland, Haarlem. Van verkrachting. Hugo en Nathalie hebben elkaar de hele week niet meer gesproken. Nathalie heeft hem veel te vertellen, maar Hugo is nog zo van slag dat hij liever niet in hun huis wil afspreken. Ja. Wat is er gebeurd dan? Thijs aangegeven. Dus je zit als het goed is nu vast. Oké. Dit is goed toch?
heb erover nagedacht. En van die verkrachting vind ik echt heel erg voor je. En ik kan me ook wel voorstellen dat je dat nu meteen vertelt. Want dat is echt wel... Ik snap hoe dramatisch dat is, maar... Dat je gewoon een half jaar lang gelogen hebt. En mij het idee hebt gegeven dat... dat het mijn kind is. Dat... Ja, dat doet echt wel pijn. En ik weet niet heel goed of ik je nog wel kan vertrouwen. Ja, dat snap ik wel. Dus ik heb even voor een paar een week hier verder op een appartementje gehuurd. Nee. Dat hoeft toch helemaal niet? Ja. Ik heb gewoon even tijd voor mezelf nodig. Nee, dat hoeft toch niet. Ik weet gewoon niet. Ik weet het gewoon niet. Ik heb tijd voor mezelf nodig. Sorry, schat. Ja. Ik voel me gewoon genaaid. En ik weet niet of ik Nathalie ooit nog echt kan vertrouwen. Ik hield ontzettend veel van haar, maar of dat nog steeds zo is, dat... Ik heb eerst echt tijd voor mezelf nodig om alles op een rijtje te zetten. En, ik weet niet of Nathalie daar nog bij komt. Geen zin in nu. Kom. Na de geboorte van de baby zoeken we Nathalie weer op. En gelukkig is ze niet alleen. Dankjewel. De baby is gezond. Voor zover ik weet, ik heb gelijk na de geboorte afgestaan voor adoptie. En de reden daarvan is dat ik het niet los kan laten dat het uiteindelijk toch op Thijs gaat lijken, niet op Hugo. Want het is wel een hele diepe leegte die achterblijft. En ook besluit om helemaal geen contact meer. Maar ik denk dat het wel voor op lange termijn beter is. Nu is het nog een klein hummeltje, nog niet... Straks wordt het ouder en dan krijgt het de gelaatstrekken van Thijs. En dan herken ik dingetjes aan Thijs en dat wil ik gewoon niet. Dat zou ik nooit genoeg liefde aan hem kunnen geven. Dus dat kan niet. Dan zou ik niet de moeder zijn die ik zou willen zijn. Dus daarom heb ik dat gedaan. Misschien komen er ooit wel kindjes van mij nu gewoon samen. En dan... Maar nu, ja, ik heb maar gewoon losgelaten. En ik denk gewoon, proberen we nu gewoon met z'n tweeën is net zo goed. Oh, dat had ik wel gemist hoor, toen ik zwanger was. Het is eigenlijk beter dan nooit. Ja. Zo stom, maar dat... Ja. Ja, het is bijna cliché, maar zo'n moeilijke dingen brengen je wel echt dichter bij elkaar. Ja, en dat je ook gewoon besluit, besloot dat je het gewoon wilde opvoeden. En dat je het wilde zien als kindje van jou. Dat was voor mij wel echt een keerpunt van mij, ja. Ja. Ik wil gewoon verder met jou. Ja. Het maakt mij eigenlijk niet uit. Ja, het maakt natuurlijk wel uit. Het is niet zomaar een beslissing die ze genomen heeft. Nee. Nee, maar welke zou ik zou nemen, zou ik het respecteren? Ja, dat voelde ik wel. Dus dat was wel heel fijn. Dus dan maar het voelde ook echt als een besluit die ik zelf kon nemen, gewoon. Omdat je hoe dan ook dan... Ja. Nathalie en Hugo zijn deze crisis gelukkig te boven gekomen. En ze hebben zich voorgenomen de komende tijd extra aandacht aan elkaar te besteden. We gaan op 2 weken op vakantie. En... Ik heb gewoon besloten om het anders te doen. Minder gefocust op werk en meer tijd voor elkaar. En ja, kinderen, ik ben er zo erg mee bezig geweest de laatste jaren. En daarna met de zwangerschap. Ik wil gewoon nu gewoon lekker met z'n tweetjes. En het komt als het komt en anders gewoon dan niet. Zo is het ook goed.
Wil je meepraten over deze uitzending of heb je jezelf een geheim? Surf dan naar net5.nl/agd. You can see it when I look.